Leuk dat je weer kijkt. Morg en mijzelf gaan weer een avontuur beleven in PUBG. Veel kijkplezier. Ik heb dat laatst met QC gedaan. Wat? Gewoon exact citeren. Ik had hem gesproken in... Ik had hem gesproken in april. Man appt mij in augustus terug, bro. Wat? In augustus. Ja, hij hebt me gewoon, hé man bro, sorry. Maar hij kon ook niet eens een reden meer verzinnen. Nee, hij zegt gewoon sorry. Ja, gewoon, hé bro, volgende keer bel me en zo, dat soort dingen. Ja, maar ik liet hem gewoon even koken, toch? Ik liet hem gewoon eventjes ook gewoon een maandje wachten. Gewoon even een maandje. Dus een maand later heb ik hem... Wacht, oh, dat ben jij. Ben ik. Heb ik hem zo terug. Hé bro, ik heb letterlijk zijn zinnen gekopieerd en geplakt. Gewoon naar hem toe. En hij moest gelijk lachen. Hij wist gewoon, bro. Ja. Hij kan dat wel waarderen. Ja, fucking 5 maanden. Bro, sorry man, bro. Wat, bro? Maar sorry, dat hij gewoon het gesprek zo oppakt alsof er niks aan de hand is. Ja. Waar was je naartoe, bro? Naar de maan. Ja, is van dat je bewijs van... kan jij aanstaande vrijdag even voor een livestream meedoen? Dat hij gewoon echt inderdaad 3 maanden later... Nee, sorry man, dan heb ik het druk. ja. Zo, oké. Is goed. Thanks. Jezus. Kan gebeuren. Bro, laten we deze pot even kantelen. Oké, we gaan het doen. Twee mannen gekilled. Laten we die cirkel even iets beter in de gaten houden, man. Oké, is goed. We zitten in de cirkel. We hoeven niks meer te doen. Speel je nog wel eens... Sea of Thieves? Nee. Ik wil het er ook niet over hebben. Maar waarom? Waarom haat je die game? het is gewoon geen leuke game. Tenminste, ik vind bro, hem niet leuk. Hoezo? Hoe, bro? Kom op. Nee, het is gewoon, weet je, de PvP is gewoon wack. Want je vaart achter iemand aan. En dan vaart hij van je weg. En dan zit je een uur lang achter iemand aan te varen. Om uiteindelijk gewoon gekanteld te worden. Want dan gooit hij je anker uit, gooit hij je stuur om. En zitten bro, drie het gaten. Het is veranderd. Ja, niks is er veranderd. Skull and Bones, dat is de place to be. Het is echt veranderd, bro. Nee, zeker niet. Zeker niet. Bro, het is echt veranderd. Oké, wat is er veranderd? Het duurt nu niet een uur, het duurt nu een half uur. Oh, thanks man. Ze hebben het een beetje geoptimaliseerd. Thanks man, dat ik nodig in mijn leven. Bro, Sea of Thieves is top man. Maar ik snap wel je frustratie daarmee wel. Was dat ook serieus de game die je wilde vragen? Ja, oprecht de game die je wilde vragen. Maar ja man, samen met het is wel leuk man, maar je moet het wel een beetje zelf leuk maken. Ja, precies. Pff, ik weet nog die Summit 1G streams man, dat die gewoon echt urenlang gewoon bovenin zo'n fucking duivenhok ging zitten. En dan ging je gewoon liggen en gewoon gesprekken volgen. Koffels met mensen links? Niet. Fucking regen, laat maar. Ja, oh kut, we moeten tering ver lopen. We zitten weer te kutten. Echt? Ja. Volgens mij staat daar een auto, bro. Hier, meerdere. Ik haal wel even een auto. Tjus, what the f... Wat was dat? Dat is hier een... Oh, dat is een... Het is zo'n security ding of zo. Ja? Jezus, bro, dat klinkt niet goed, hoor. Nee. Reboot. Oh, iemand wordt geroepen. Oh ja, ik zie hem. Op ping. Fuck, ik heb hem gemist. Dat is niet waar ik op hoopte. Maar dan is hij in de lucht gespawnd of zo. Ik weet niet, man. Is hij doorgelopen? Ja, hij is een gebouw gelopen, man. Linker gebouw? Ja, dat is ook een ding, man. Je kan wel gewoon... Ja, linker gebouw, man. Linker gebouw. Mijn ping die doet het momenteel niet. Of wel? Oh, ja, alleen je hoort geen confirmation ping. Ja, hij zit in dit gebouw, broeder. Oh, daar is die guy van hem. In de lucht. Ja, ik zie er een achter ons. Nice! Ik schoot hem uit de lucht! Zo hoor ik het graag. Jezus, is een reet geschoten als een zetpil. Ja, hij is dood. Nice. Gaan we die guy pushen? Wat wil je doen? Ja, we die kunnen ene. Wel pushen. Ja, er zit er één achter ons, maar ik kom wel naar jou of, toe. Of ja, de cirkel komt er ook. Ja, we moeten wel zijn. Ja, ik kom naar jou toe. Ik ben ready. Misschien is het nu niet handig om te schieten, man. Laat gewoon de rest gaan. Maar die guy zit nog wel hier binnen. Ik ga je hier naar binnen? Auto komt eraan. Waarom komt die auto zo hierheen? Hé, hey, die guy lijkt wel dood, man, bro. Hier liggen veel dingen. Nee, niet. Auto staat voor ons. Ik heb hem gekilled. Nice. Is er niet een nog... guy die zijn teammate kwam ressen. Ja. Oké, maar die andere guy is hier dus ook nog ergens, toch? Ja, even luisteren anders. Het geluid is niet zo goed hier. Misschien is hij wel achter het gebouw weggaan, maar we moeten wel opletten. Man, als we hiervan weglopen, dan kan hij ons in de rug schieten. Ja, daarom. We moeten wel, bro.
We moeten wel. Autorijden. 310. Noordwest. Ja. Hoog, laag, waar is het? Gaat de heuvel op. 3 keer hit. Ja. Ik heb hem. Teringleier. Oké, go. De muur. Loop maar gewoon. Oh, bovenop de heuvel. Bovenop de heuvel, 30. Bij de boom. Dat boom, welke dat boom? De boom. De fucking boom bovenop de heuvel. Er zijn 3 bomen. 30. Dan is het toch niet zoveel? Ik kan hem niet zien. Wow, yo, lekker. Ik word gesniped, denk ik. Of jij wordt gesniped. Ik word ook gesniped. Ik word ook gesniped. Achter jou is een sniper. Ik weet het. Ik ben gesniped. Je moet gaan, bro. Nee. Ik kom misschien naar je kruip. Als je die guy uit de berg killt, dan hebben we hem. Ik heb hem 2 keer gehit. Ja. Blijf daar. Niet achter hem aangaan. Ja, maar wat moet ik doen? Ik zet hem open. Heal jezelf. Ga naar beneden juist. Ja, maar die guy met die sniper, toch? Ja. Fuck it. Twee links. Ik ga dood. Ik red het niet meer. Denk ik. Red ik dit? Nee, ik red het niet. Jij moet het doen. Ik ga het doen. Bro, die guy rechts bij die boom, ik kon hem niet zien, man. Fucking recoil. Hè? Kut. Wauw, bij mij schoot je zijn hoofd eraf. Ja, wat kan ik zeggen, man? Ewa. Was het maar, Janne. Ja, was het maar. Maar bro, dit ging wel al iets beter. Klopt. Volgende pakken we, man. Bro, ik ben ook helemaal raar aan het vliegen. Het is weer helemaal kut. Wat ik wel inderdaad zie, is dat... Stop, teringauto. Het super kindergerichte. Wel echt nog... Ik kan de auto niet bijhouden. Wat is dit? Waarom rijdt de auto voor je weg? Weet ik veel. Kut auto rijdt weg. Eén moment hoor. Komt er één bij mij. Ja, pak. Hij gooit een molotov naar binnen, denk ik. Hond. Tyfus. Waarom sta ik in de fik? Ik sta geen eens in het... Hoe? Ik sta geen eens in het... Oké, dat is leuk. Kijk. Ja, dat was leuk. Level 306, man heeft nog nooit van een ander spel gehoord. Nee, dat het super kindergericht, dat wel de markt domineert, zou ik zeggen. Maar de gaming scene sowieso in Nederland is echt, ondermaats. Nederland, gewoon wereldwijd. YouTube. Ja man, klopt. Het is niet echt meer lijp gerepresent, bro. Want nee. Weet je wat het is? Gamers doen ook meer dan alleen gamen tegenwoordig. Ze moeten ook wel ergens, bijna. Dat je zo meer erbij doet, meer van je leven laat zien. Toch een beetje IRL-content, toch dit, toch dat. Weet je, het is niet alleen maar... Yo, ik ben Don en ik ga Pokémon spelen op mijn kanaal. Klopt, ja. Ja, dat inderdaad. Maar het is ook... in videoconcepten zit ook meer tijd. Als in... ik zag laatst een video in me aanbevolen. Dat was... ik heb elke Rockstar game uitgespeeld. En dat was een video van 53 minuten. Dus die gast heeft gewoon... Elke game van Rockstar... Weet ik veel hoeveel dat er zijn. 10, 15. Heeft hij allemaal uitgespeeld voor 1 video. En dat is een super grote commitment. Bro, dat is bullshit. Hoe kan dat? Dat kan niet rendabel zijn. Ja, het was wel een Amerikaan. Het was geen... hoe heet het? Het was internationaal. Dus hij had echt miljoenen weergaven. Dus dan zou je zeggen, oké. En dan met een grote sponsorship erbovenop. Dan kom je wel ergens. Maar dat is wel zo'n dingetje. Precies. Van weet je. Ik start spel X op. En ik ga gewoon even een half uurtje spelen. En dat was hem weer. Ja, dat is hem. Dat loopt niet. Wacht even, bro. Ja, doe je ding. Ik ben benieuwd hoe die Pipi Bison is. Bison is hoer slecht. Hij schiet propjes. Oh my god. Dat was echt wel een beetje gênant. Bro, maar ik schoot hem gewoon. Ja, ik zag het. Ik moest met die andere gun, man. Ik moest met die andere kutgun. Fucking tyfus Pipi Bison. Ik ga nooit meer met de Pipi Bison, bro. Pipi Bison doet zo pet. Kijk, weet je wat we nou eigenlijk gewoon willen? Is gewoon 24/7 WoW streamen en tering succesvol zijn. Oeh, perfect. Nou, ik weet nog wel dat dat inderdaad wel eens een gespreksonderwerp was van ons. Van, je weet gewoon dat als je... ook. Het zal vast wel daar een keer besproken zijn. Dat als je gewoon inderdaad eigenlijk echt streamt wat je wilt.
en geen rekening houdt met kijkers, dan ja, weet je, koop maar even zo'n kist met 6 planken, want dan is het gewoon klaar. Yep. Ja, dat zeg ik ook. Ik maak daar ook vaak grapjes over, bro. Ja. Ik maak daar ook zo grapjes over, dat, man, chat, let's go, we gaan WoW spelen. Alright, let's go, terug naar 10 kijkers. Hoppa. En ik ben soms ook dingen aan het uitleggen met... ben ik gewoon in WoW shit aan het uitleggen? Bro, ik zeg, dit is trouwens voor die 3 kijkers die hier wel in geïnteresseerd zijn. Niemand boeit het typisch wat ik zeg. Maar ja, bro, kijk, dat is zeker een punt. Dat is zeker een ding, want uiteindelijk... anders had ik natuurlijk nooit een schema gemaakt. Als ik gewoon elke dag opsta en denk, dit ga ik spelen en het boeit me voor de rest geen reet. Yeah. Ik maak nu een beetje schema's tegenwoordig, maar... Anders dan heb je daar tyfus scheid aan. Dus je probeert gewoon een goede mix te vinden van... dit. Ik weet gewoon dat ik dit gewoon echt wil spelen. En dit wil ik ook wel spelen. Maar dit is ook wel vet op stream om te spelen. En dat maakt het dan ook wel weer leuk. Ja, jij doet inderdaad nu afgelopen tijd die schema's. Hoe vind je dat werken? Ja, ik vind het chill, man. Want weet je waarom, bro? Ik moet aan het begin van de week nadenken... wat voor content ik wil fixen op mijn kanaal. En dan op je Twitch-kanaal bedoel je? Ja, man, op mijn Twitch-kanaal. Yeah, dan kan ik ook zo zien van... wat is nou de mix met welke games ik speel? En is het wel nice? Weet je, is het gewoon een beetje van alles wat? Of duik ik juist balsdiep in één type game? Oh, ik zie op 80 een persoon. In die garage? Ja, 1968 staat erboven. Groene deuren. Op mijn ping. Twee bij de deur. Ben jij hier bij mij? Ja, ik loop links naast je. Ze gooien granaten. Hij komt naar buiten nu. Damn. Niet? Ik schiet even een paar keer, zomaar. Ja, ik heb de linkerkant. We moeten iets doen. Maar niet per se, toch? Zij zitten vast. Zij zitten wel vast. Ik probeer even een granaatje of zo te vinden. Ik heb niet zo heel veel goede shit, man, eerlijk gezegd. Nee, ik ook niet echt. Maar ik zag ze gewoon toevallig. We hoeven ze niet te pushen. Is dat daarachter? Nee, volgens mij schiet hij nog steeds uit het gebouw, bro. Maar op wat dan? Ja. Misschien denkt rechts, hij dat... Rechts, hij zit al rechts. Hij zit al rechts. Hij zit rechts in dit gebouw. Dit Good. Gebouw hier. Achter of in? In. Ik heb hem. Nice. Ja, zijn teammate. Dood. Oh shit, hij was al in. Bro. Lekker, man. Hoe heb ik hem gehipfired, bro? Hoe kan dat? Oh, auto? Ja. Noord? Twee auto's. Jezus! Ze zijn gechanteld. Volgens mij gaan ze wel terugkomen voor hun teammates. Oh, ze schoten niet op jou? Nee, man. Volgens mij is er wel iemand uit zijn auto. Of schoot jij net? Nee. Oh. Ze schoten op elkaar. Ik hoorde echt schoten. Hebben we daar geschoten? Ja. Jezus, wat schiet dit ding recht. Waarom zitten die teringlaaiers ook alleen maar in auto's? Dat is de meta, bro. Waar gaan mijn kogels heen? Weet ik niet, maar ik raak ook niks. Mooi. Blijf schieten. Doe alsof je goed bent. Ik heb er eentje gekild die gewoon op de grond lag. Lekker, dat is goed. Eentje staat bij die vlammenauto. Deze gun schiet echt recht, bro. Ja, ik heb hem! Nice. Had je hem gekild of genoeg? Rechts ook! Oh fuck, de cirkel! Muur! Kut! We moeten... hoeven niet zo ver. Er is hier een motor. Gaan we met een motortje? Ja, gaan we wel even een beetje wijd om. Anders worden we echt gepakt bij overgang. Goeie. Let's go. Jarrak Ender. Oh, je kan op motor niet schieten, man. Wat kut. Geen probleem, we gaan tering snel. Hou je vast bij mijn heupen. Er is water. Geen probleem. Je kan ook backflips doen. Zit er hier een guy! What the fuck? Ah, shit! We hebben hem, geen probleem. Alles is oké. Okay. Jezus, bro, what the fuck alles was dat? Okay. Je reed er tyfus hard aan, bro. Hij is oké, we zijn oké. Oké, maar dit is niet de goede plek, man. Nee, we kunnen zwemmen naar de overkant. Heeft hij goede shit? Oh, boven ons! Ik heb hem knocked! Ik gooi een stun. Nee, Links. Ik heb hem goed gehit. Ik moet reloaden. Ja, ik heb angle. Ik ga naar boven. Ik ga met je mee. Smoke van hun. Hij heeft smokey, hè? Smokey in de beer. Ik heb zijn broeder in zijn kont geschoten. Ja, andere verderop. In een bosje. Ik heb hem geraakt met sniper.
Ik push hem. Ik gooi granaat. Blijf schieten, blijf schieten. Hij gaat in de smoke, dichtbij. Ik heb hem. Nice, man. Lekker, bro. Misschien moeten we even dat ge... Ja, nou ja, de ja we moeten inderdaad op. Snel. Snel, ja, snel, schiet op, die snel. Motor pakken, bro. Snel, motor. Snel. Ja, toch wel? Ja, man. Ja, oh, kut. Ja, maar die... Ja, er is hier ook al een motor, tyfus. Oké, moet een motor. Stap op. Pak de motor en breng hem omhoog. Ja, ik neem een painkiller en dan kom ik. Waarom start de kudding niet? Snel, bro. Oh, mijn armor is heel... Oké, kom. Rechts van je. Wacht, doe even deze gun pakken, man. Dat ging net mis. Net stapte ik... Ja, ik zit er. Oké, ik neem net even een stapte ik af en toen had ik die sniper. Oh, ja. Ik ga een beetje meer rechts, bro. Want die andere motorman, die ging ook hierheen. Daar is wel een huisje in de cirkel. Ja, ik weet het niet, man, bro. Dit wordt wel een hele moeilijke, man. Klopt. Bro, je reed hem zo lekker aan. Voor zijn bek. Jezus. Links van ons een guy, motor, eenmans. Hier zijn we safe. Nee, niet safe. Jawel, wel safe trouwens. Zometeen gaat die cirkel verder. Ja, hier is een rots. Nee. Ja, ik wil een beetje bovenop die heuvel hier. Ja, goeie. Stop gewoon niet, fuck it. Even liggen, even healen, man. Ja, ik ga wel even in een bosje liggen. Oh, verder ten noorden hoor ik schoten. Auto links van ons, waar we vandaan komen. Ja. Yeah. Ik ben nog aan het coveren. Maar het is een motor. Ja, ook ten noorden van ons, op een heuvel. Verderop. Ik heb hem geraakt met sniper. Hij is weg. Is hij niet gewoon teruggelopen? Of was hij op een motor? Oh, ja, nee, ze rijden weg. Ze zijn bij die bomen. Ja. Hij heeft me gehit. Achter ons. Ah! Dit is kut. Ze zijn close. Ja. Andere guys. Dit is kut, want ik lig echt helemaal fout. Twee guys. Ik weet niet of ze mij zien. Ze zien mij niet. Kut, man. Maakt niet uit. Pak hem, bro. Hij zit achter de boom. Hij reloadt nu. Hij ligt. Hij ligt op de grond. Hij staat weer. Hij wordt gesnijpt door iemand anders. Hij ligt rechts van de boom. Hij is gesnijpt. Hij is dood. Woe. Pas op. Hij gaat jou ook snijpen. Volgens mij... Ik heb je chip. Hij werd vandaag gesnijpt. Voor ja, jou. Ja, maar de fucking muur. Maakt niet uit. Het maakt wel uit trouwens, Het doet zeer! Help! Ren! Ga naar rechts, dan kan je maar... Nee! Nee! Wat een chaos deze, man. Oh mijn god. Wat hebben we weer gelachen? Twee video's ernaast mij. Kan je opklikken? Linkje van morgen staat in de beschrijving. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.